Ja, ik had op Facebook gezet dat, dat ik een nieuwe machineke gemaakt had. Hier staat het. Maar ik heb het niet zien. Nee, dat is voor messen bij te scheuren, weet meer op te poleren. Zo. Ik heb hier een mesje. Ik ben nu bezig met een mesje. Dat is al een mes. Maar als je goed kijkt, ik weet niet wat je het ziet, er zit de krabben erop. Ja, weet je, als ik zoiets maak, dan zijn er altijd zo van die krabben op. Dat is zo te scheren. Scheren met mijn scheermachine hier. Ik kan het ook niet zien. Dat is daar, en dat is mijn scheurmachientje. Hè. Hier feit. Dat draait rond en dat scheurt. Hè. Maar dat werkt niet deftig af. Ik heb dan een machine gemaakt en daarna ben ik pas tot een constatatie gekomen. Tot zo uitleggen. Dat is mijn nieuwe scheurmachientje. Kijk, hier. Kijk, dat is gemaakt van een. Van mijn oud wipzaagje. Wipzaagje, dat is zo, weet je, dat is zo. Om even te laten zien. Dat is mijn nieuwe wipzaagje, kijk. Dat is het wipzaagje, zie je. Dat is zo een zaag zo voor figuurtjes te zagen. Nee. Dat gaat dus over en weer. En hier, dat stukje. Dat is. Puur schapier, schuurpapier. Ja, ik vond dat heel fijn zo. Voor het mes eigenlijk bij het. Ja. Ik ga dit in het gang zetten. Niet direct verschieten. Ik ben achterna doen. En ik ga dan mijn mesje nemen. Ik ga mijn handschoentjes aantrekken. Waarom? Om mijn hand niet fout te maken. Ze zijn al fout. Goed. Dat is voor dat op te slissen, hè. Dat sliswerk noemen ze dat. Ik zet dat daar op en dat schuift zo op en af. 62 miljoen duizend keer gaat dat op en af. In ja, misschien een dag of drie, vier. Ja. Dus we gaan het eens doen. Hè. Ik ben altijd content. Even, hier ben ik. Ik ben content dat ik het kan afzetten. Het maakt zoveel lawaai dat ik normaal mijn oorbeschermers moet opzetten. Dat is voor mijn oren. Kijk. Ja, ik heb nogal veel vuile oren. Zo, dat is zo een beetje het resultaat. Veel gaat er nog niet zien. Dat zal zo'n uurken of twee, drie zijn dat ik daar moet aan scheuren. Beter zo. Als met tand. Niet met tand, maar met de hand. Dus je hebt gezien. Gisteren heb ik daar ook mee bezig gezeten. En gisteren is dat heel spel uit elkaar gevlogen. Ik ga dat even uitleggen hoe dat kwam. Zo, ik ga dat een beetje korter zetten. Zo, kijk. Dus dat hier, dat is een schroef. Dat zit op een rail. Zo, ik kan mijn handen uit de schoenen uit. Dat zit op een rail. En dat was eigenlijk iets dat ik het werk had kunnen meepakken. Ik heb er zo nog. Veel mensen gaan misschien vragen, wat is dat? Hè? Oei, naar de andere kant. Wat is dat? Dat is zo, ken je dat? Dat is
Dat is voor een kast rekken in te hangen. Hè. Dus rekken, moet dat zeggen, zo'n visjambak van vroeger. En dat schuift zo uit kanderen. Zo, als je niks doet, dan gebeurt er niks. Het is regelmatig, denk ik, zo van alles en van. Dus je ziet daarvan. Oh, niet harde. Daarvan heb ik dat gemaakt van één deel daarvan. Ik zal de camera eerst van zijn pikkel pakken. Dan gaan we dat beter kunnen zien allemaal. Voilà. Zo. Dus je ziet, dat is dat spel hier van onder. Dat schuift op en af. Ik zal deze op en af doen. Kijk. Zie je? Dat heb ik gedaan. Hier dat scheurpapier. Hier is dat vastgemaakt. Dat heb ik daar zo van vast. Nu, gisteren was dat helemaal zo. Wak! Daar lag het. Oh nee. Daar. Nu, wat je dan wel merkt. Alles valt uit mijn kast als ik dat opzet. Ik zal het eens opzetten. Dat is gevallen. Dus je ziet, je moet daar een beetje, je moet het een beetje ruim bekijken. Ik heb het dan ook ruim bekeken. Dank u voor uw aandacht en misschien tot de volgende keer. Ja, ik kan me nog niet geschoren. Gisteren en vandaag. En heel gisteren. De week daarvoor. Mensen, nog een prettige dag en de rest van uw leven ook. Bye bye.